De automobilist die zaterdag tegen het beeld van Willem II-legende Jan van Roesel was gereden, heeft zich gemeld. De voetbalclub ontdekte dit weekend dat de sokkel van het beeld beschadigd was en zag op camerabeelden dat een auto tegen het beeld aan was gereden. Het beeld staat midden op de parkeerplaats bij het voetbalstadion. Aan de hand van de beelden leek het om een ongeluk te gaan, maar de automobilist had zich in eerste instantie niet gemeld bij de club. Het beeld heeft veel waarde voor Willem II. Het is namelijk een eerbetoon aan alle spelers die 100 wedstrijden of meer hebben gespeeld voor de tricolores. Nu de automobilist zich gemeld heeft, kijkt de club naar een oplossing.